Duizenden dartfans binnen het afgelopen weekend in het WTC Expo in Ljouwert-West om alle vrouwtoppers in actie te zien. Een soort fans kwam van jouwster Danny Noppert. Voor de sfeer en van Noppert natuurlijk om aan te morgen. Nou, ik viel zelf raar zijn. Ik wil een beetje druk. Ja, ik ken heel stoer wel, maar ik vind het heel spannend. Dit is om de hoek. Even met de trein deze kant op, was ik gezellig. We hebben wel een stoptreintje genomen, maar dan komen we nog een paar biertjes nemen. Dan ben je mooi op tijd. Ja, wees. Maar we moeten eerst allemaal voordrinken. Even een per ha. Ja, wees. Ik vind het de supporters fenomenaal. Vind ik mooi. Soms in Duitsland, als ik in Duitsland speel, ja, dan heb ik het ik. En dan zit ik heel Duitsland achter me. En ja, en ook zit heel Friesland achter me. Van Noppert dus een speciaal weekend op eigen groen, maar ook de darters van buiten Friesland vonden het prachtig. Het is natuurlijk leuk om hier terug te zijn. Ik heb heel veel toernooien over heel het land gespeeld. Praat ik over tussen de 10 en 15 jaar geleden. En om dan hier terug te komen is altijd leuk. I played a few tournaments here in Holland in the past, so yeah, it's nice to have a fan club in Holland. Do you understand the crowd if they here are screaming that loud with 4,000 people? Yeah, you can understand a few people in the crowd because I don't know if you like yourself now, you're speaking your Dutch, you can speak a lot of English, and it's only when you're playing a Dutch person to start speaking Dutch and cheering in Dutch, that's when it becomes difficult and hard. PDC Europe, de organisator van het evenement, hield het al een paar jaar in de planning staan. Leeuwarden was always still on the plan. We wanted to come here. As you said, we've never been, and that's always something that we want to do. Try new places, see how the people like the darts here, see how it's being accepted, and yeah, so far we're pretty happy. Of zijn grote wedstrijd eer waarom komt naar Ljouwt is nog afwachtje. Van Noppert eindigt het toernooi bij de laatste 8. Ik zou uit naar de orde keer hier in Ljouwert. En dan hopelijk wollen de beker omhoog horen. Winner Dave Chesnall versloeg Luke Humphries in de finale en nam 30.000 pond maar naar Hoesta. How does it feel to be the Dutch darts champion? Oh, I feel great, mate, honestly. I've never won in Holland, so yeah, it's an unbelievable feeling. And I'm beat the home favorite, Michael van Gerwen, even better.